Een... <laughs> Mijn vakgebied is kwaliteit en procesmanagement. Daar heb ik geleerd, daar heb ik in gewerkt, daar ben ik goed in. Alleen met al die systemen die binnen bedrijven worden neergezet, heb ik gemerkt dat de mens in het systeem zelf wordt vergeten en daar wil ik mee aan de slag. Ik ga kijken samen met, met de mensen van hoe kun je nou vanuit onderaf kwaliteit neerzetten in een organisatie. En in principe in het DNA van de organisatie. Want als de mensen het niet willen, dan doet het systeem verder ook te weinig. En dan heb je geen draagvlak. En dan is het echt alleen maar controle en repressie. En de, dan krijg je een sfeer die wil eigenlijk helemaal niemand. Mijn visie, kort, is dat je medewerkers in deze nieuwe tijden gerust kunt vrijlaten. mits je ze de bagage meegeeft om vervolgens hun werk. Vakkundig in te vullen. Als ik een uh, bepaalde visie kan, mag overbrengen aan mensen. Uh, als ik mag vertellen van het waarom van bepaalde dingen. Dus, dus echt aangeven van waar doe je het precies voor. En dat ik ook met de groep echt aan de slag mag. Dus ik uh, zet mij voor een groep neer en laat mij dit uitleggen. Dan neem ik ze allemaal mee. Dat vind ik ook het leukste om te doen. En anderzijds, mijn humor. Ja, en dat is heel grappig, want ik ben heel serieus in mijn werk, ik ben ontzettend gedreven en, en, en ik, ik meen het serieus wat ik te vertellen heb. En tegelijkertijd hebben, is er altijd ruimte voor gewoon lol. Ben je nieuwsgierig geworden door mijn verhaal? Wil je enthousiast met je medewerkers aan de slag? Of wil je een goed gesprek over het thema bel of mail me?